Want meneer Sarju heeft de sleutel nog steeds. Dan zoek je allerlei uitweg om je eitje te leggen. En wanneer je hier komt en een opbelprogramma organiseert en zit in een opbelprogramma waar niet eens gebeld mag worden. Dus uitgerekend iemand die praat over misleiding van het volk op de televisie met een mooi wit hemd, oranje das. En wanneer hij bakzeil haalt, nou, dat is toch een lachertje. Op belprogramma, je mag niet bellen. Want hij zou antwoord krijgen over de leugens en rotzooi die hij hier verkondigt. Op elk gebied in de DNA heeft hij geen antwoord kunnen geven. Zeker op vragen van mij. De man wist niet eens. Ik moest hem uitleggen wat het verschil is tijdens de amnestiebehandeling. Wat het verschil is tussen mensheid en menselijkheid. En dan komt die mensen hier dingen vertellen wanneer niemand hem naar hem luistert. Dan draagt hij nu een felrode oranje das. En dan gaat hij onder de markt lopen. Luister nou. Ik weet niet over andere markten. Jouw meerdere zegt jou in alles. Dat onder de markt je alleen droge vis, tomaten, soep, groenten, bhata, karela, deze dingen kan gaan kopen. En geen stemmen. Zeker niet de Nigeriaanse stemmen. Want die oranje mooie das maakt geen indruk meer. Je komt hier. Waar was jij toen de daken weg waren gevlogen? Toen de mensen in nood waren. Uitgerekend komt hij commentaar leveren aan de president met een helikopter hier is gekomen. Ik heb het gezien toch op de televisie. Hij zegt. Wat is die president komen doen met een helikopter? Wat kwam jij hier doen? Met 40 loeiende sirenes? Op staatskosten? Met 91 miljoen? 91 miljoen euro van ons? Heb jij verkwanseld als minister? En je kwam hier rotzooien in Hotel Residence in? En de staat moest alles betalen. Je was minister in Paramaribo, Van Dijk, Kwarasang, Chandisouweg. Waren ook calamiteiten. Ben je ooit geweest? Nooit. Je bent naar hier toe gekomen uit afgunst, jaloezie. Zo sta je ook bekend. De reissector is kapot gegaan jaren terug toen u en uw partij aan de macht waren. Wageningen hebt u vernietigd. Kalu hebt u vernietigd. Premcharan hebt u vernietigd. Hermelijn hebt u vernietigd. Djibout hebt u vernietigd. Chafi Dalgeti hebt u vernietigd. Likishong hebt u vernietigd. Roepram hebt u vernietigd. Berenstein hebt u vernietigd. Ashroef hebt u vernietigd. En de hele Sante Kraan. Jullie hebben dat gedaan. En wanneer we praten over reissector moet u weten dat in de jaren 80 wordt hebben gebracht van 14.000 naar 60.000 hectare. Deze president in andere hoedanigheid. Niet u. U hebt het vernietigd. Het enige wat de NDP hier vernietigt, mijn mensen, en ik wil me verontschuldigen daarvoor aanbieden, is het front samen met VHP. Dat hebben we wel vernietigd, ja. In het belang van land en volk. Maar wat we wel hebben gemaakt in de afgelopen tijden, misschien niet als regering nu, maar zeker vanaf de jaren 80, wat hij net door Bab Benail heeft. Hamloon Benail. VWO school voor onze kinderen, jouw kinderen, waar je voor de stem bent gaan bedelen, heb jij niet gebracht. Wij hebben gebracht. De mesproblematiek waarover je het hebt. Je moest je schamen dat je met valse zaken op de televisie hier bent verschenen.